Welkom bij Word ik er geil van? Het programma waarin wij testen of wij geil worden van de dingen waar jullie geil van worden. En om dat te doen gaan we tot het gaatje. We gaan balls deep, we gaan deep throat and fair om te kijken of we nou echt geil kunnen worden vandaag. Ja, nou dat zit wel snor met jou toch? Surprise! Hi, goeiedag, mooie mensen. Wie ben jij? Ik ben Bas. En waar word je geil van? Ik vind het leuk om kaarsvet op iemand te gooien. Dat vind ik heel erg van. Vertel eens, hoe ben je hier achter gekomen? Ik doe aan BDSM samen met mijn partner. En dat is een beetje een uit de hand gelopen project geworden uiteindelijk. Op welke manier uit de hand gelopen? Ja, we begonnen gewoon met druppeltje, druppeltje. En uiteindelijk hebben we daar hele kunstwerken mee gemaakt. Kunstwerken meegemaakt? Je kan er echt van alles mee. En dat hoop ik een beetje aan jullie te laten zien. Wat jij doet is gewoon één grote brandwond maken op één plek. Wat is er dan zo geil aan? Wat ik er zo geil aan vind is de hoeveelheid aandacht die erin komt zitten. Dus je bent echt heel lang bezig met één iemand met heel veel aandacht. Dus ik had een klein beetje oppassen, want het is heet, er staat iets in de brand. Het heeft een bepaald risico. Wat moeten we nog meer weten? Ik heb toffe dingen meegenomen, wat ik jullie ga laten zien. Ik heb de allermooiste kaarsen meegenomen natuurlijk. Oh, die is mooi. Deze is gemaakt van soja. En soja heeft een wat lagere verbrandingstemperatuur. Op welke gebieden raad jij dan aan om het te druipen? Het kan eigenlijk overal, maar gewoon doe even holtes voorkomen gewoon. Even niet in je oor, oog, mond. Geen holtes. Niet in, maar wel een lelletje. Een lelletje meepakken zou ik dus niet doen, want het spettert. En dan, wow. Je hebt dus niet die garantie. Maar ik vind bijvoorbeeld borstkas vind ik heel fijn. Ja. Maar ook de binnenkant van de dijbeen vind ik heel prettig, want daar liggen die zenuwen zo lekker aan het oppervlak. Ja. Dus daar voelt het heel intens. En op de rug, daar gebeurt dat van alles afhankelijk van je partner. Want sommige mensen zijn wat gevoeliger hoger op de rug en sommige juist rond de taille en dan weer lager op de rug. Dus dat is ook wel een leuke verrassing hoe dat dan voelt. Auw! Auw! En de hoogte maakt vervolgens ook... Oh, de hoogte! Tuurlijk! Vanaf welke afstand je hem laat druipen? Het koelt heel snel af. Dus dat stukje wat het valt, dat scheelt gewoon in graden. Dus als je er heel dicht op zit, dan is het beduidend heter als je er een centimeter of 50 boven zit. Wat is de opbouw die jij ons aanraadt? Ik zou gewoon eventjes eerst de ervaring eventjes van twee kanten op doen. Dus, ja. dus dan gewoon even dit stukje van je arm pakken. Dat je het eventjes daarop kan laten vallen van een centimeter of 10 zo'n beetje. Dit is een stuk huid waar de zenuwen helemaal niet aan de oppervlak lopen. Dus dan registreer je die temperatuur wel, maar de kans dat het pijn doet is dan vrij klein. Ja. Op het moment dat je je arm omdraait, dan lopen die zenuwen al veel meer aan het oppervlak. En is die ervaring al heel anders. En dan heb je een beetje een idee van de range die het heeft. Waar moeten wij echt op letten als we dit zo meteen gaan proberen? Je voorbereiding. Zorg dat je lekker splatterproof oppervlak hebt om te werken. Iets van een zeiltje. Emmertje water erbij met een natte doek, altijd fijn. En gewoon even een EHBO-kistje, brandwondenzalfje, pleistertje voor het geval dat je inderdaad iemand raakt met die vlam. En zorg dat je kaarsen stabiel staan. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Ja. Ga ervan genieten. Dus, dankjewel. Tabé. Drup ze. Of wou je nog wat zeggen? Nee, ik ben goed. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor... Nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Ga maar zitten. Ga ik zitten? Oh ja. Ik denk dat het misschien beter is dat we eerst beginnen met zitten. Ja. Geef mij je arm maar. Het maakt dus ook uit van hoe ver en hoe hoog ik druppel. Dus ik begin wat hoger. Oh ja. Laat het gewoon tot je komen. Oh, dat is niet heel erg. Nee? Nee. Gelijk op fucking veel. Waarom kijk je? Doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht. Kijk, nu weer het begint wel een beetje pijn te doen, Em. Je bent nog helemaal vol aan het spetteren, of niet? Mag ik kijken wat er nu ligt? Ja. Oh. Het voelt echt alsof je hele hand in de fik staat. Ik vind het minder erg dan ik had verwacht. Qua pijn? Ja. Oké, want dit is natuurlijk nog niet zo'n gevoelig plekje op je lijf ook, hè? Oké, nou draai je arm maar even om. Dan gaan we even op een... Meteen? Ja, we gaan nu even hier kijken nu. Oeh, dit doet pijn. Oh. Ah! Ah, dit doet fucking veel pijn. Dit is echt niet leuk, hoor. Oh. Wat jij doet is gewoon één grote brandwond maken op één plek.
Waar is de EHBO-kit? Nee, het is niet erg. Dit is het moment dat we de EHBO-kit nodig hebben. Maar kijk, het is wel gewoon verbrand. Ga opstaan, Emma. Je bent verbrand. We hebben de EHBO-kit nodig. Ja, het is wel een beetje verbrand, inderdaad. Oké, als je dan een tip hebt voor mij als ik straks iets bij je rug ga doen. Ja. Hoe moet ik dat dan het beste doen? Ja, ik denk gewoon wat rustiger en wat meer verdelen gewoon. En niet alles op één hoop. Niet zo. Nee. Oké, en nu is de taak aan jou om even helemaal te ontspannen. Alles los te laten wat we hier aan het doen zijn. En helemaal te focussen op het gevoel en wat dat met jou, Max Terpstra, doet. Oh, wow. Hoe was dat? Eigenlijk wel chill. Ja? Ja. Wow. Ik weet niet waar ik moet lachen. Maar het doet echt pijn. Oh man! Nee, niet op dezelfde plek, Em. Dat deed echt pijn. Oké, niet op dezelfde plek. Ik deed hem echt ziek laag, hè? Echt? Meen je dat? Ik deed hem op kniehoog. Dat meen je dat niet. Dat meen ik. Niks. Maar dit zijn wel... Even kappen. Dit is gewoon niet fijn, Em. Ik ben er klaar mee. Echt waar. Ja? Ja. Het is niet iets... Dit is gewoon niks voor mij. Sorry. Het is helemaal niks voor jou. Nee, het is echt niks voor mij. Dit is echt niet chill. Elke keer zo een tikje en een pauze. En een tikje en een pauze. En een tikje en een pauze. Dat is wel chill. Doe eens nog eentje. Oké. Span. Auw! Auw! De pijn! Kappen nou, nee. Au. Ik ben er echt helemaal klaar mee, weet je dat? Oh. Stop! Oké. Het ziet eruit als de pest. Oh, het lijkt een beetje op schimmel op je rug. Het ziet er echt fucking goor uit. Kom, we gaan naar de conclusie. Volg het hout. Ik voel deze eigenlijk nog het meest. Ja, die brandwond. Op een gegeven moment ging je... Zo recht over mijn ruggengraat, over mijn spine. Ja, die voelde je. Ja, die voelde ik wel. En voor jou? Ik ga dit niet nog een keer doen, denk ik. Laten we het even hebben over hoe geil we werden, lichamelijk. Ja. Beginnen bij hartslag. Nee. Bij mij ook niet. Nee. Oké, volgende. Ademhaling. Nee. Oké, bij mij ook niet. Dan hebben we zweten. Ook niet. Ook niet? Nee, ik niet. Oké, ik ook niet. Rood? Ik heb gebloost. Je hebt gebloost? Dat wel. Oké, ik zeg... En dan hebben we nat, stijf of kaarsweg. Ik ben zeker niet stijf geworden. Ik weet niet of ik natter ben geworden dan dat ik al was van mezelf. Je zou zeggen van ja. Ja. En dan is de vraag, hoe geil werd ik van? Want het idee van wax play vind ik wel interessant en geil. Mede door de onverwachtheid, de overgave, de dominantie die je aan de ander geeft. En een beetje het prikkelende, onaangenaam gevoel. Ja? Ik denk dat ik Waxplay 4 punten geef. Dus ik geef 2 punten. 2. Dus dan zit jij op een 3. En ik op een 5. Hoe zit ik op een 3? Nou, je had natuurlijk ook blouse. Oh ja. Dat tellen we erbij op, hè. Zo doen we dat. Doen we zijn de moeilijkste niet. We zijn de moeilijkste niet.